Edwin, wat een geweldige inzet van jou. Ja, weet je, dit soort wedstrijden speel je één keer in de 7 jaar. Dus dan ga je er niet met een klein pijntje uit. Dan ga je door. Nou, hij zei het al, misschien toch een beetje achter jouw rug om. Van, dit ligt voor Edwin zo gevoelig. Omdat 7 jaar geleden was jij licht geblesseerd. En verloren jullie op 1 punt. Je voelt hem al aankomen. Dinsdag mag hij weer. Ja, klopt. Nou ja, licht geblesseerd. Ik had een hernia, dus noem ik geen lichte blessure. Maar ja, toen miste ik het ook. Heb ik 5 minuten mee mogen doen. Maar ja, vandaag. We zagen dat je even in je knie behandeld werd. Ja, klopt. Ik overstrek hem. Er zit nu heel veel vocht in. En ja, mijn fysio is aanwezig. Dus waarom zou ik die niet aanspreken om even te polsen hoe of wat? Dus. Wat was het grote verschil tussen deze wedstrijd en vorige week? Begin met scherpte. Weet je, wij beginnen weer niet scherp. Je staat binnen no time sta je 4-0 achter. De miste strafworp. Weet je, dan word je overklast. Zij brachten in de beginfase fysieke kracht. En ja, weet je, normaal brengen wij dat ook. En dit keer niet. Dus. En daar, daar verlies je eigenlijk de wedstrijd op, denk ik. Want we komen ver achter. Je komt terug. Je vecht terug. De tweede helft zijn je gelijk. En dan krijgen we niet de voorsprong. Kun je niet doordrukken. En het tweede gaatje krijgen we niet meer goed gemaakt. Jammer, ik zit dan te kijken natuurlijk. En dan zie ik jou of Jelle. Zie ik 3 keer net op die rand van die korf schieten. En dat lijkt dan op zo'n moment bij die tegenpartij een fluitje van de cent te zijn. Zie ik het verkeerd? Nee, ja, dat kan. Ze vallen net niet inderdaad. Weet je, vorige week vallen ze allemaal net wel en dan ga je er vol overheen. Vandaag wippen ze allemaal eruit, draaien ze eruit, vallen de verkeerde kant op. Hadden heel veel eenschots aanvallen. Ja, dat maakt het verschil denk ik. Zij hadden heel veel rebounds, zij bleven herhalen. Ja, en dan valt hij uiteindelijk. Ja, en vorige week waren de alleweerbaar dames onzichtbaar en nu deden ze ook mee. Ja, nou onzichtbaar wil ik niet noemen, maar ja, ze hebben er meer gemaakt dan vorige week, denk ik wel. Ja. Ja. Dus, ja. Oké, ik zou zeggen dinsdag, als het lukt met die knie, er weer tegenaan? Ja, gaan we alles ervoor doen natuurlijk. Als het gaat, dan ben ik er. Ja. En met 50% ook. Ja. Dus. Wat mij wel opviel, dat toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik nou, daar zit 25% tempo publiek en voor de rest is het hier de Rode Zee. Het was zowat 55-45 in het voordeel van geel. Ja, het is dat we niet meer klaar te krijgen, want het was er binnen 5 minuten uitverkocht. Weet je, als de zaal groter is, hadden meer mensen gezeten, dan had het nog geler geweest. Maar ja. Ik heb het ook wel eens aan Tom Steenbeek gevraagd, van wat krijg je daarvan mee? Dus ik concentreer me op de wedstrijd, maar het zal jullie toch ook niet ontgaan? Nee, zeker niet. Het is mooi dat zo de club helemaal erachter staat natuurlijk. Weet je, je speelt uit, maar met zo'n publiek ja, is het bijna thuiswedstrijd. Ja, precies. Okay. Edwin, leuk dat je toch nog even voor de camera wilde verschijnen. En, sorry voor het misverstand. Maakt niet uit, hoort erbij toch? En ja, het was iets te snel na de wedstrijd. Uiteraard, dinsdag, alle succes. Ja, top. Ja? Dank je wel. Merci. Tot dinsdag.